Naar aanleiding van ons vorige interview kreeg ik best wel veel vragen over geleende afbeeldingen. Klopt, ja. Ja, en jij zegt meteen klopt. Want ja. Jij had het al gevoeld. Ik had al zo'n voorgevoel en ik had het eigenlijk de vorige keer al willen vertellen. Ik was het helemaal vergeten omdat ik zo druk was met andere dingen vertellen om daarover te praten. Want dat is heel erg belangrijk. Ja. Geleende afbeeldingen, dat houdt eigenlijk in dat ik ben sinds 2004 begon het bij mij dat er dus dingen op de foto's begonnen te verschijnen. Wezens, entiteiten. Ik was daar heel blij mee, omdat dan dingen zichtbaar worden eigenlijk vanuit die andere dimensie die ik zie, maar die dan anderen ook kunnen zien, die dan visueel worden. Nou, het begon eerst met lichtslierten, lichtwolken eigenlijk, en op een gegeven moment echt massieve afbeeldingen. En ik vond het heel mooi, ik deelde dat hè, in kinderlijke onschuld, zoals ik al eerder heb uitgelegd, met de mensen. En op een gegeven moment begonnen er steeds meer dingen te komen. Mijn overleden oom verscheen op de foto. Mijn overleden oma verscheen op de foto. En het was heel mooi. Het was heel emotioneel ook voor mijn moeder. En voor mijn vader en voor de hele familie uiteindelijk. En toen op een gegeven moment begonnen er steeds meer dingen op te verschijnen. Op een gegeven moment verschenen er bijvoorbeeld militairen op de foto. Nou, dat was heel indrukwekkend. Want eerst verscheen er één en toen verscheen er een hele groep op de foto. Dus in mijn huiskamer, in de huiskamer van mijn ouders, in de praktijkruimte. Nou, toen op een gegeven moment. En dat waren foto's, die kwamen op beeld. Ja. Terwijl jij foto's maakte in huis. In huis, ja. Okay. Ja. En dat verscheen meteen op de camera, zeg maar. En je kon het ook meteen door de display erop zien verschijnen. Nou, toen hadden we eigenlijk zoiets van, mijn vader en mijn moeder hadden zoiets van, wat voor soldaten zullen dat nou zijn? Ik wist daar helemaal niks van, want ja, ik weet helemaal niks van. Ik heb me nooit verdiept in oorlog en dat soort dingen. Maar we hadden een buurman, die was militair. En toen had mijn vader zoiets van, nou, ik wil eigenlijk weten, wat voor soldaat is dat die daar op de foto staat? Dus die ging naar hem toe, belde er aan en die zei van, god, je weet, onze zoon, daar gebeuren dingen omheen die onverklaarbaar zijn. Nou, is er een militair op de foto verschenen, kun je zien wat voor militair dat het is? En toen zei hij van, dat denk ik wel hoor, ik heb een boek ik heb verschillende oorlogsboeken, maar ik zal er zomaar eens eentje pakken. Dus hij komt naar beneden gelopen en slaat dus dat boek open. En het wonder geschiet, dat boek slaat hij dus exact open. Nou. Op de bladzijde waar exact diezelfde militair op staat die bij mij op de foto staat. Dus en het is een foto in een boek? Ja. Die bij jou op je camera verscheen? Ja, maar het is net of het poppetje eruit is komen lopen. Dat klinkt heel raar, maar dat is dus op mijn fototoestel geprojecteerd. En dat stond dus precies in dat boek. En precies dezelfde houding, precies dezelfde gezichtsuitdrukking, dezelfde uitkijk, dezelfde. En dat stond er dus op. Dat boek sloeg dus gewoon open daarop. Maar nou, hoe denk je nou dat dat kan? Ik was op dat moment ook heel erg verbaasd. Zo van, ja, wonderlijk zeg maar. Wat is dit, hè? Wat is dit bijzonder? Dus toen werd voor mij eigenlijk al de term geleende afbeeldingen duidelijk. Zo'n term gaf ik het toen niet aan, maar wel van, dit is een bestaand beeld wat op de foto verschijnt. Nou, toen kreeg ik eigenlijk in mijn gevoel ineens door van, er is energie uit die tijd, zeg maar, aanwezig. En die neemt de vorm aan van die soldaten eigenlijk. Dus eigenlijk energie uit de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, is aanwezig. Er zijn bepaalde zielen aanwezig die connecten, misschien connecten met die persoon op die foto, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar die nemen de vorm aan van een bestaande afbeelding. Dus de energie eigenlijk uit die oorlog, die nam eigenlijk de vorm aan van een bestaande afbeelding. En het lijkt erop, maar misschien kunnen parapsychologen dat beter verklaren. Mm-hmm. Het lijkt erop dat ik geloof in een Akasha-chroniek. Dus je hebt de Akasha-record, noemen ze dat ook wel in Amerika. Mm-hmm. Dat wordt de kosmische bibliotheek genoemd, waar alles in opgeslagen zit. Dus schijnbaar alles wat geschreven wordt en alles wat gezegd wordt, alles wat gedacht wordt, dat wordt schijnbaar geabsorbeerd door het universum. Dus dat is opgeslagen. Dus als
helderziende, dat zijn eigenlijk een soort sporen. Dus als helderziende bijvoorbeeld ergens lopen, bijvoorbeeld, dan lezen ze soms wat daar vroeger gebeurd is. Yeah. En dat heeft te maken met Akasha Record gebeurtenissen. Die worden als het ware opgeslagen in een bibliotheek, in een chip die in het universum is. En dat is een onzichtbare natuurlijk, maar dat is wel iets wat in de natuur is ingebouwd. Dat in feite, net zoals onze herinneringen en onze gevoelens, die worden schijnbaar ook buiten ons lichaam opgeslagen, buiten ons brein, in een soort van kosmisch internetsysteem. Ja. Nou, dat kwam meteen in mijn gevoel, dat moet zo werken. En dat is naderhand nog heel vaak gebeurd. En dat was nog best lang voor de tijd dat ik naar buiten kwam, voor de tijd bij RTL, voor de tijd dat ik met Irene Moors dingen ging doen. Ja. Dus dat gebeurde toen al en het gebeurde vaker en vaker. En soms dan zag ik bepaalde foto's dat ik dacht van, dat bijvoorbeeld... Die engel bijvoorbeeld, ja, dat is nog veel later gebeurd. Oh, veel later. Okay. Maar bijvoorbeeld, dus ik wist eigenlijk al wat er speelde, dat dat dus zo werkte. Ja. En je hebt natuurlijk ook in het verleden Ted Sirius gehad. Ted Sirius was hij is nu overleden, maar dat was een man. Die had de gave om ook bestaande beelden op foto's te projecteren. Maar dat was een gedachtefotograaf. Okay. En dat was heel raar, als die zich bezatte, alleen als die dronken was. En dat is echt waar. Dan kon die dat. Dus er hebben hele teams van wetenschappers omheen gezeten. En dan concentreerde die zich. En dan verscheen er bijvoorbeeld een neon reclame op van een bord dat verderop stond. En dan zei de sceptici ook van, ja, maar daar heeft hij gewoon eerst een foto van gemaakt en dan voor de lens gehouden. Maar dat bleek wel eens gewoon dat dan die neonreclame die daar op stond, die kwam dan letterlijk op de foto. Bijvoorbeeld een reclamebord van een restaurant, maar er was bijvoorbeeld één letter omgedraaid. Dus het was dan toch een bewijs dat het uit zijn gedachten kwam. Maar dat hij het wel, ja, die pakte dat ook op uit de Akasha Record. En er is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Nou, toen is natuurlijk naar mij Nancy Talbot onderzoek gaan doen uit Amerika. Met professor Dr. Hall en met nog een andere fotodeskundige, fotograafdeskundige. Die hebben heel veel verschillende proeven met mij gedaan. Dus echt geen seconde alleen gelaten, foto's gemaakt. En dan verschenen er dingen op. Soms geleende afbeeldingen. Soms beelden die we nooit meer terug konden vinden. Ook gedachte-experimenten hebben we gedaan. Dus dat Nancy Talbot, de onderzoekster die al meer dan bijna 14 jaar onderzoek naar mij doet. Die dus dingen in gedachten nam, niks tegen mij zei. En dan uiteindelijk verschenen die symbolen die zij in gedachten had, of de beelden of de dieren die zij in gedachten had, die verschenen dan op de foto, zonder dat het verteld was. Dus dat wordt dan ook opgepikt uit een bepaalde bibliotheek, kennelijk. Ja. Nou, maar dat was nog voor mijn televisietijd. Nou, dus op een gegeven moment kwam ik naar buiten en ik deelde dat met mensen. Maar ik had eigenlijk veel beter dat uit moeten leggen. Ik was toen gewoon al heel blij dat ik de kans kreeg om dingen te vertellen. En toen op een gegeven moment kreeg ik heel veel kritiek. Want toen viel men heel erg over een foto. En dat was de foto van de Mutman. En dat was een Mutmannen. Die heb je in Nieuw-Guinea. Dat zijn bepaalde maskers. Die zetten ze dan op. Mm-hmm. En om bepaalde spirituele rituelen te doen. En toen op een gegeven moment werd er geroepen van, ja, die Mutman heeft hij gewoon uit een boek geknipt. Mm. Want die letterlijke Mutman die stond in een bepaalde houding op de foto, maar die kwam schijnbaar uit een paranormaal boek. Dus uit een spiritueel boek. Dat is ook al heel vreemd. Uit Reader's dat heeft zo'n naam. Digest of zoiets. Reader's Digest. Ja, okay. Ja. Maar dat was de wereld van het ongrijpbare. Uh-huh. En ik wist dat helemaal niet, dus ik las dat in de kranten. Toen op een gegeven moment terugkijkend, zeg maar, liet iemand mij zo'n boek zien. En inderdaad, ja, je zou zeggen dat het inderdaad dezelfde Mutman was die op de foto stond. Ietsje anders, toch weer anders van vorm, maar dat stond daar wel in. En dat is dan toch kennelijk een bepaald symbool van het paranormale, van spirituele energie, wat zich dan makkelijker kan manifesteren omdat het al in de herinnering zit, omdat het al op foto vastgelegd is. En dan kan het zich kennelijk makkelijker in de stof manifesteren dan dat het zich nieuw moet manifesteren. Ja. Dus grenzend aan de realiteit die ons eigen is, zeg maar. Dus, maar daar kwam toen een hele discussie op gang van, ja, dat heeft hij dan uit het boek geknipt en voor de foto gehouden. Ja. Nou, dat was dus een hele primitieve uitleg. Want ik heb honderden foto's gemaakt in het bijzijn van mensen waar ze gewoon bij stonden.
stonden bijvoorbeeld Jos Brink, die toen op de foto verscheen op jouw toestel. Toestel haalde je uit je tas. En je hebt mij geen seconde alleen gelaten. Ik ben constant bij je geweest en jij bij mij. Dus ja, ik heb niks met computers of er iets voor kunnen houden. Maar dat is zo duidelijk. Ja, dat is zo duidelijk. En de uitleg van mensen die dit soort uitleg eraan geven, dat is eigenlijk meer vanuit onwetendheid. Onwetendheid. Maar ik ben heel blij dat ik dat nu even uit kan zuigen. Ja. Want ik heb me natuurlijk heel lang schuil gehouden, 6 jaar lang. Omdat ik ook gewoon, ik ben ook bijna nergens meer op ingegaan van media uitnodigingen. Omdat ik zelf ook gewoon zoiets had van er moet eerst rust komen. De tijd moet uitrijpen tot de mensen er aan toe zijn. Ja. En we zitten nu in 2012. Je ziet toch dat mensen enorm gegroeid zijn. Ook wel in het land Nederland, in ons kleine landje, dat er toch veel meer media aandacht is gekomen. Ik was gewoon net ietsje te vroeg. Ja. Dat was je ook. Dat was het. Ja. Waardoor mensen toch zoiets hadden van, wow, dit is te ver van onze bed. Ja, en nu staan mensen veel meer open ervoor. Ja. En het mooie is dat je nu helemaal niet voor 100, maar voor 1000% terug kan komen. Helemaal terug kan komen. En de mensen die ik ken en de mensen die deze filmpjes bekijken, die zijn meer dan blij dat je nu laat zien laat horen. Ja, dankjewel. Ja. Maar ik dat vind ik heel fijn om te horen. Daar ben ik echt heel blij mee. En wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is dat ik wat deze fenomenen en wat er nu eigenlijk gebeurt is eigenlijk om het de dingen die rondom mij gebeuren die onverklaarbaar zijn eigenlijk een soort positieve lokmiddelen om mensen te lokken uiteindelijk naar het bewustzijn wat erachter zit. Ja. De volwassenheid die erachter zit. En dat heeft dus echt te maken met een verandering die ik op gang moet brengen in de massapsychologie. Ja. De massapsychologie is een gecreëerde werkelijkheid. In feite leven we met z'n allen hier op aarde in een werkelijkheid die gecreëerd is, die uiteindelijk helemaal niet waar is. Het is een soort waan waar we in leven met z'n allen, een soort gecreëerde systemen, illusie. Ja. Dat is aan de ene kant comfortabel, want het geeft ons structuur en we hoeven niet te veel na te denken over alles. En we kunnen gewoon leven en onze overlevingsdriften volgen. En we hebben in feite nergens last van. Mm-hmm. Maar het is net niet helemaal waar. En heel vaak als mensen door een diepe crisis gaan, door ziekte of pijn of misschien zelfs bereid moeten worden te sterven, dan ontmoeten ze vaak dat grotere bewustzijn. Dus echt waar het echt om gaat. Echte liefde. En iedereen is bang in de wereld en zijn vaak kuddedieren. En iedereen doet elkaar maar na en durft vaak geen eigen mening te hebben. Omdat, dat geldt ook voor mode en noem het maar op en alles. Omdat mensen gewoon heel bang zijn zichzelf te zijn en afgewezen te worden. En dit bewustzijn is eigenlijk heel bevrijdend. Het is eigenlijk het bewustzijn wat pas komt na het leven in het hiernamaals. Want ik noem dat gewoon echt een volwassenheid. Het is gewoon echt een volwassenheid, maar een bovenmenselijke volwassenheid. Die de systemen eigenlijk doorbreekt en uiteindelijk ons meeneemt naar een veel liefdevoller bewustzijn, wat ook echt is. En ik kan ook niet meer aan dingen meedoen die niet echt zijn. Nee. Dat zul je waarschijnlijk kennen, dit soort absoluut, bewustzijn. Ik herken dit. Ja, dat gaat niet anders meer en dat is zo belangrijk. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Die fenomenen zijn natuurlijk heel mooi en spreekt tot de verbeelding en is spectaculair. Maar het is stiekem ook speelgoed voor mensen. Ook de graancirkels en zo, ook in Engeland, maar ook rondom mij, is voor heel veel mensen nog speelgoed. Gewoon het spectaculaire ervan trekt aan. Maar het gaat er voor jou om dat mensen zeg maar achter die speelgoed. Ja, want daarvoor is het. Ja. Daarvoor is het. Ja, om wakker te maken. Ja, om wakker te maken en mensen echt gewoon echt anders gaan worden. En als ze dan sterven op een gegeven moment, als het lichaam stuk gaat, ja, dan kunnen ze uiteindelijk ook in het hiernamaals vlugger deelnemer zijn. En daar ook in de onvergankelijkheid, want dat is in feite wat komt, de onvergankelijkheid, kunnen ze in feite ook nog beter deelnemer zijn. En kijk, heel veel mensen, je hebt natuurlijk ook mensen die kunnen zich sceptici noemen of wat dan ook, maar die vluchten dan in een soort van humanisme om dan toch proberen zonder bewustzijn gewoon te kunnen leven en dan dus ook minder verantwoordelijkheid te voelen. Ik ben de baas en ik kan doen wat ik wil, want we zijn toch allemaal chemisch en we sterven en er is niks. Maar op het moment dat zo iemand toch al iets ontmoet heeft en toch een bepaalde geestelijke aanleg heeft en toch vlucht in het humanisme bijvoorbeeld, dan bezwijkt zo iemand uiteindelijk toch aan God of aan de alomtegenwoordige of de omnicreator of hoe je het wil noemen. Dan lukt dat niet, want als het klepje helemaal open is, als je helemaal weet, helemaal voelt dat er meer is en je gaat systemen doorzien
En je ziet hoe perfect alles in elkaar zit, je organen, noem het maar op. En je krijgt dus het weten dat er een enorm bewustzijn is, een enorme wil is. Ja, dan kun je wel proberen te vluchten. Inderdaad, zo'n psychologisch model als humanisme. Maar dan uiteindelijk bezwijk je toch. Dat hou je niet vol. Dus... En jij zegt dan van nou, laat dat maar los. En ja, probeer maar meteen wakker te worden. Want het is het goede. Want in feite, als je daarmee in contact komt, voel je echt de liefde van God. Van het of van de alomtegenwoordige of van het licht of hoe je het wil noemen. Maar van alles waar alles uit vandaan komt. Eigenlijk is dit de kracht voorbij alle zonnestelsels. Voorbij alle sterrenstelsels, weet je. Voorbij het materiële universum. Het feit dat alles uit voortkomt. En dat heeft eigen neigingen, eigen behoeftes, een eigen leven, een eigen kracht. En het is alleen maar liefde. En als je daar contact mee maakt, is het liefde. En het is zo liefdevol dat het zich schept in allerlei uiteenlopende schepselen. Mm-hmm. Alleen al kijken op deze planeet, maar ook nog waarschijnlijk wetenschappelijk berekend op nog biljoenen andere planeten, ecoplaneten. Nou dan, dus het is heel belangrijk dat wij mensen ook dankbaar zijn, dat we mogen bestaan. En eigenlijk moeten we om de tijd gewoon vieren dat jij en ik bestaan en dat iedereen mag bestaan. En als je, ja, ook de reden blijven inzien dat het belangrijk is dat je lief voor elkaar bent, omdat je, ja, het heeft een doel. Je moet gewoon goed voor elkaar zijn en lief zijn voor elkaar om uiteindelijk ook tot een hoger bewustzijn te komen en samen te groeien en in eeuwigheid samen te kunnen zijn. En dan verval je ook niet meer tot de cyclussen, tot het rad van wedergeboorte. Dan hoef je ook niet meer op planeten te leven. Maar dan kun je gewoon uiteindelijk in een dimensie gaan leven van kwaliteit en echt liefde waar we eigenlijk echt naar verlangen. Zonder al die drift en ja, dat is er. Maar dat is zo groot dat wij mensen ja, er eigenlijk ook zo ja. Niet realistisch bijna voor een hele hoop mensen. Ja, voor jou is het al realistisch. Ja. Maar voor een hele hoop mensen nog niet. Maar je wil wel graag die mensen zeg maar erop wijzen dat dat er is als ze zich openstellen. Als ze zich openstellen. Ja. En in feite moeten mensen niet gaan denken. Dus niet vanuit hun gedachten verbinding maken. Maar voelen. Want ja. als je het gaat bedenken. Kijk, dan ga je op een gegeven moment nog geloven dat je het snapt. En als je denkt dat je het snapt, dan heb je het niet begrepen. Nee. Want het is gewoon alleen maar te voelen. En het is overal, behalve in de logica. Alleen kun je wetenschappelijk wel de enorme uitingen zien van die wilskracht. Als je naar de evolutie kijkt, zeggen wel eens, geloof je in evolutie of schepping? Zeg ik beide. Ik geloof gewoon dat hoeft niet in een dag of 7 gebeurd te zijn. Dat kan miljoenen jaren geduurd hebben. Maar je ziet gewoon aan alles wat er is, als je kijkt naar je organen, de celletjes van je ogen, elk orgaan wat perfect op elkaar aansluit, heel de natuur al. Als je dat al ziet, ja, en je hebt een beetje een IQ boven de 20 en je ziet hoe perfect alle moleculen, alles om elkaar aansluit. En uiteindelijk, ja, dan zie je dat er een bewustzijn achter zit, een enorme neiging, een enorme wil. En als je toch een IQ hebt boven de 20, ja, dan zou je toch moeten beseffen dat er meer is. En heel veel wetenschappers weten het ook wel, voelen het ook wel, alleen ze hebben nog geen transport om dat naar voren te kunnen brengen. Ze kunnen het niet snappen, dus dan laten ze het ook los. Ze kunnen het misschien wel voelen, maar dat is een grijs gebied en dan trekken ze zich terug. En ja, want ze willen bewijzen hebben. Ze willen bewijzen hebben, in feite. In feite is het hele leven al één groot bewijs, maar ze weten dat het uiteindelijk ergens vandaan komt en dat het uiteindelijk ja, een soort geestelijke kiem moet hebben, maar dan houdt het gewoon op. En dan vaak is het dan veiliger om het gewoon te ontkennen. Maar er zijn echt grote wetenschappers, de grote van de wereld, die dat uiteindelijk toch wel weten voelen. Maar uiteindelijk gewoon niet meer naar buiten durven komen. Ja. Maar wel weten. Ja. Nou, daar ben ik ook van overtuigd. Ja. Alleen, ja. Ik denk dat we nu op een grens zitten in de tijd. Dat gevoel heb ik zelf. Ja. Dat de mensen die het weten en nog niet durven te vertellen, dat nu langzaam maar zeker wel naar buiten gaat komen. Gaat gebeuren. Sterker nog, hè, Sandra, ik denk zelfs dat ik weet, 100% zeker, voel in alle cellen van mijn lichaam, en ik weet het ook gewoon op zielenniveau, dat het onvermijdelijk zal worden. Dit wordt onvermijdelijk. Mensen kunnen er uiteindelijk niet meer omheen. Ja. Maar wakker worden is inderdaad heeft heel tijd belangrijk. Heel belangrijk. En heeft tijd nodig. Ja, precies. Ja. Ja. Ik denk dat alles wel gezegd is. Nou, dankjewel Robert. Heel graag gedaan. En ik ben heel blij dat
Ja, dat nou andere dimensies zich meer kunnen laten zien en zich meer toespitsen, ja. Dat mensen het kunnen zien, ja. En kunnen horen en kunnen voelen. En als ze het maar voelen, dat is belangrijk. Dat is uiteindelijk de kern waar het om gaat. Ja. Het kunnen voelen en het kunnen verstaan en dan uiteindelijk dat het ook in hun leven gewoon deel van hun mag worden. Oké. Okay. Ja, graag gedaan.